weet dat ik op een bepaald moment ook even gedacht heb van misschien moet ik wel hoer worden. Maar dat was nog heel jong, omdat ik van iedereen hoorde dat seks wel iets heel fantastisch en plezant was. En ik dacht, als je daar dan geld mee kunt verdienen, super. Maar dat was dezelfde periode dat ik ook dacht, misschien word ik wel non, want ik zat op een nonnenschool. En die nonnen spraken altijd over dat je een roeping kon krijgen. Dus ik dacht, ja, als ze mij komen roepen, ja, dan zeiden die nonnen, dan kunnen niet anders. Dan moeten wel meegaan, dan vinden dat fantastisch. Ja, ik vind dat gewoon heel mooi. Maar ik vind het niet alleen heel mooi, ik vind ook een hele zuivere vorm van dingen vertellen of zo. Vind ik dan een hele schone vorm om, en poëtische vorm om, ja, om zonder woorden, maar dat kan ook heel hard en ruw zijn, maar dat kan ook heel zacht zijn. En ik vind dat een mooie vorm om dingen in te vertellen. Ik denk misschien dat ik wel zeker gedroomd heb van de man in het strakkenpakje, waar ik dan een duet mee mocht doen. Heel erg achteraf gezien. Maar zo, zo de beheersing van, dat heb ik nog wel echt als ik naar dansers kijk. Zo, de beheersing van zo'n lijf, dat vind ik ongelooflijk mooi wel. En die spieren en dat, ja. Enfin. Misschien maar goed dat ik dan geen danseres ben geworden. Ik ben ook wel blij dat ik nog een redelijk gezond lichaam heb. En dat ik volgend jaar opnieuw bij Inte Gent mag spelen.